IT Go is hier met een tiental mensen, voornamelijk onze consultants, die zich bezighouden met juist de nieuwe ontwikkelingen die firma op dit moment in de markt aan het brengen is. We kijken ook hoe dat zeg maar, aansluit bij de vragen die onze klanten op dit moment aan ons gaan stellen. En de vragen die wij denken die ze de komende periode gaan stellen. En daarnaast zijn we ook erg geïnteresseerd in de partners en de, zeg maar, de andere fabrikanten die samenwerken met VMware. Om te kijken of daar een aantal geïntegreerde oplossingen zijn die we ja, eigenlijk verder kunnen gaan gebruiken voor onze klanten. Dus er komen natuurlijk met een hele diversiteit aan vragen. En soms weten ze eigenlijk niet eens wat de vraag achter de vraag is die ze gaan stellen. Vooral op het gebied van hyperconverged of software-defined. Of op een gegeven moment worden ze gewoon een beetje, raken ze de weg kwijt op dit moment. Dus ze gaan kijken aan de ene kant wat ze nodig hebben in de business. En aan de andere kant proberen ze daar de map te krijgen op de IT-oplossingen die onder andere ook VMware leveren. Nou, Login VSI heeft een lange track record in het managen en het testen en valideren van de workspace, van de virtuele workspace. Ook voor de producten die VMware leveren, dus Horizon. En we hebben een productsuite hier dat ja, een soort radicale transformatie bewerkstelligt rondom hoe we de VDI-desktop managen. Een belangrijk aanspreekpunt of een aanhaakpunt is dat je ziet dat DevOps heeft software development radicaal veranderd. En al die methodologieën en die tooling en de manier van werken hebben vertaald van hoe je de workspace, een virtuele workspace kan managen. Wat er gebeurt is dat we dingen op een veel makkelijkere manier en veel slimmere manier automatiseren. Als resellers met onze producten hun projecten uitvoeren en hun klanten daarmee voeden, betekent dat ze hun project niet alleen veel sneller, maar ook veel efficiënter kunnen doen, veel competitiever zijn ten opzichte van andere concurrenten. Het is gewoon belangrijk om hier te zijn, om bij de community te zijn en de juiste mensen te ontmoeten. Het hele portfolio wordt eigenlijk steeds breder. En het grappige is dat het uiteindelijk ook weer allemaal bij elkaar komt. Want in het Software Defined Data Center, en eigenlijk komt de werkplek er ook bij. Daar specialiseren we ook in de laatste jaar, anderhalf jaar. Dus de Workspace ONE. En uiteindelijk gaat het allemaal virtueel worden. Het is belangrijk om daar om dat samen te voegen. We hebben het eigenlijk niet zozeer over oplossingen. We gaan meer strategie en beleid eerst met ze over hebben. Want uiteindelijk gaat het allemaal zo snel. En ze willen ook graag weten ja, waar gaat het heen en waar moet ik op investeren. En ja, de vraag vanuit de eindgebruikers, hun eindgebruikers en uit de business, wordt ook steeds hoger. Dus de vernieuwing gaat steeds sneller. Onze visie is om het zoveel mogelijk met één partner te doen. In dit geval VMware natuurlijk. Het is al ingewikkeld genoeg om het met één partner te doen, dus laat staan met meerdere producten. Dus het integreert beter en het is een compleet portfolio.